This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. I'm a bit late again. Let's keep things calm. Daily Minutes podcast number 1662 with today's bulletin, 28 June 2019. This is our bulletin for Friday. Daily Minutes podcast is a podcast in either English or Dutch, or sometimes a mix of both, on several topics with a strong focus on technical topics like amateur radio and shortwave listening. This podcast today will be in both English and Dutch. Deze podcast is zowel in het Engels als in het Nederlands. Today we will start with some info about changes in this podcast, which will be in both English and Dutch. After that, in English, we will start today with two episodes of the offshore radio station Radio Atlantis. We have no data today. Vandaag begint de podcast met wat informatie over de plannen rond deze podcast. Hoe hoop ik dat de podcast er over een paar maanden uitziet? Daarna is er het eerste deel van een tweeluik over de Belgische zeezender Radio Atlantis. At the moment I'm doing a bit of brainstorming about how the Daily Minutes podcast will probably develop within the next couple of months. At last plans begin to take a bit more shape. As it looks right now, the plans for a new style will take form in approximately the following way. The podcast will go alternating between Dutch and English, so this will be clearly indicated in the title. No fixed pattern, probably. It can happen that two episodes after each other will be in Dutch, and then again one in English, or the other way around, for example, depending on available news items. I did consider doing the podcast partly in Dutch and partly in English, but for clarity, it's better to be able to indicate one language in the title of a podcast. Of course, there can be exceptions. There's my cat. It can be that both English and Dutch versions bring the same content, but that's not necessarily so. Probably the English podcasts will often have another subject than the Dutch language edition. If all plans go through, the podcast will contain the following subjects: ham radio news, often at the end of the podcast, to not scare off a general audience, so this is no matter of priority. Other subjects will be emergency communication and disaster relief. These are two topics I write a lot about as a journalist. A second main subject will be micronations and sovereignty. This subject possibly might only appear in English. In addition to that, I also want to bring new opinionating texts the way I have done before in Dutch. Topics will be, for example, television and other media, the world of advertising, social media, not to forget politics and things for my daily life, including my two cats. It's a possibility that the new podcast won't necessarily be released every day. The reason for that is as follows. With the available time at the moment, it isn't possible to devote sufficient care to the podcasts. That was also the case before with the Daily Minutes on the amateur repeaters. But until now, I was satisfied with a lesser amount of attention for example, sound design and style of the language than I would like to have for the new podcast. What's often lacking at the moment are show notes, as are often added in the form of written text on the podcast website. I also want to add those to the new podcast. It's the intention to make things a little bit more seriously in the coming months. Something else that is new will be that I also want to include topics on the site, written topics, that will not be included in the podcasts. If it's feasible, I want to still have some short data at the end of the podcast. Well, that's in a nutshell what the plans are at the moment.
ben momenteel aan het brainstormen over hoe de Daily Minutes podcast er in de toekomst uit gaat zien in de komende maanden. De plannen beginnen eindelijk wat lijn te krijgen, wat uit te kristalliseren. Zoals het er nu uitziet, zal de podcast Nieuwe Stijl er als volgt uit gaan zien. De podcast gaat afwisselen. Hoogstwaarschijnlijk zullen de podcasts in het Nederlands en het Engels ook gaan afwisselen. De ene dag Nederlands, de andere Engels, tenminste meestal. Dat zal telkens in de titel duidelijk worden aangegeven. Een alternatief is om de uitzendingen zelf deels in het Nederlands te doen en in het Engels. Maar dat is minder duidelijk dan uitzendingen die in de titel al aangeduid worden in één taal. Het is mogelijk dat hetzelfde onderwerp zowel in het Engels als in het Nederlands gebracht wordt. Maar het hoeft niet per se zo te zijn. Het is waarschijnlijk meer zo dat ik het ene onderwerp in het Engels breng en het andere in het Nederlands. Zoals de plannen er nu uitzien, zullen de uitzendingen uit de volgende onderwerpen bestaan. Zendamateurnieuws, vaak aan het eind van de podcast. Niet omdat dat een lage prioriteit heeft, maar omdat de podcasts ook voor niet-amateurs aantrekkelijk moeten zijn. Naast amateurisme ook over noodcommunicatie, calamiteitenbestrijding. Dat zijn twee onderwerpen waar ik als journalist veel over schrijf. En een tweede hoofdonderwerp wordt het onderwerp over micro, een tweede hoofdonderwerp. Of zei ik dat al? Het onderwerp over micronaties en soevereiniteit. Mogelijk dat die al in het Engels gebracht gaat worden. Daarnaast wil ik weer columns gaan schrijven zoals ik die eerder al geschreven heb. Deze hebben als onderwerp televisie en media, de wereld van de reclame, sociale media niet te vergeten, politiek en dingen uit mijn dagelijks leven, inclusief die twee lieve katten, waarvan er net al eentje behoorlijk de opnames verstoorde. Het zou kunnen dat er niet dagelijks meer een nieuwe podcast wordt uitgebracht. De reden hiervoor is als volgt. Met de beschikbare tijd is het niet mogelijk om voldoende zorg te besteden aan de podcasts. Dat was overigens bij de Daily Minutes op PI2NOS ook al zo. Maar ik nam tot nu toe het genoegen met mindere zorg voor bijvoorbeeld de geluidsvormgeving en de stijl van de taal dan ik voor de nieuwe podcast eigenlijk zou willen. Geen idee of dat werkelijk zo gaat gebeuren en wat dan de tijd is die ertussen zal zitten. En wat ik, of misschien niet toch wat in de dagen dat er geen nieuwe editie is gaat doen. Dat moeten we nog bekijken. Wat momenteel vaak ontbreekt zijn show notes, zoals die in de vorm van geschreven tekst op de site van de podcast vaak gebruikelijk zijn. Ook dat wil ik aan de nieuwe podcast toevoegen. Het is dus de bedoeling om in de komende maanden allemaal wat serieuzer de boel aan te pakken. Iets wat nieuw is dat ik ook onderwerpen op de site wil gaan brengen die niet in geschreven tekst, dus die niet in de uitzending te horen zullen zijn. Als het haalbaar is, wil ik bij iedere podcast aan het eind ook nog kort data mee uitzenden. Dat is een klein beetje een notendop wat ik wil gaan doen, maar het staat nog open voor aanpassingen. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar de toer.